Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van maart met je bespreken. In maart heb ik 5 boeken gelezen en in deze video zal ik wat meer informatie geven over deze boeken. En uiteraard vertel ik ook of ik deze boeken aanraders vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in maart, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Zuidershart en is geschreven door Natasha Madison. Dit boek is het 5e deel uit deze reeks en dit boek gaat over Chelsea en over Mason Carey. Chelsea hoopte dat thuiskomen haar weer in een normale omgeving zou brengen, althans dat was de bedoeling. Alleen niets in haar leven was ooit normaal geweest. Eigenlijk kon ze al vrij snel haar draai wel weer vinden en ja, het leven zag er eigenlijk wel weer redelijk normaal uit. Totdat er iemand bij haar voordeur stond en ze trof deze man bloedend, gebroken en vechtend voor zijn leven aan. Het is eigenlijk zo dat ze deze man weer tegenkwam bij het huis van haar broer, want ze was aan het oppassen en dat leverde best wel wat heftige situaties op, omdat ze niet meteen door had wie deze man was. Toen haar broer thuis kwam, had hij gelijk door dat het Mason was. En omdat hij er dus echt zo slecht aan toe was, beloofde Chelsea dus om voor hem te zorgen. Want dat was iets wat ze heel graag wilde doen, want zij was dus ook verpleegster en zij kon goed voor hem zorgen. Mason die heeft eigenlijk zijn hele leven maar één ding gewild en dat is vergeten wie hij was. Het leger heeft hem daarbij geholpen. Hij trok geen aandacht en hij kon zich zo opvallend mogelijk door de wereld heen bewegen. En dat was ook zijn nieuwe motto. Hij wilde ook geen relatie of geen verbintenissen. Alleen dat heeft heel erg lang gewerkt totdat hij weer oog in oog kwam te staan met zijn vader. En zijn vader was gewoon geen fijn persoon en die zorgde ervoor dat het met Mason ineens een heel stuk slechter ging. Mason heeft een tijdje moeten onderduiken en dit gebeurde in het appartement van Chelsea, waar hij dus ook verzorgd werd. En de hele familie van Chelsea die hielp ook mee om Mason veilig te houden. Chelsea en Mason die groeiden ook wel wat dichter naar elkaar toe, doordat ze ook op een gegeven moment wel meer met elkaar spraken. Maar Mason bleef best wel gesloten over wat hem nou precies was overkomen, omdat hij bang was dat als hij zou gaan praten, andere mensen in gevaar zouden komen. En hij wilde ook eigenlijk heel graag vluchten. Er was ook maar één ding wat hij wilde en dat was wraak nemen op zijn vader. Maar toen sloeg het noodlot toe en kwam Chelsea in gevaar en dat was voor hem ook eigenlijk een reden dat hij heel graag wilde vertrekken. Uiteindelijk wordt het probleem gelukkig opgelost en daar krijgt hij hulp bij van de familie van Chelsea. Maar het heeft best wel heel veel voeten in de aarde en het is niet heel erg makkelijk. Of er uiteindelijk tussen Chelsea en Mason door deze hele situatie toch nog iets kan opbloeien en ze toch misschien een normaal leven allebei kunnen gaan leiden, laat ik in het midden. Ik vond het een heel mooi boek. Ik had hem alleen op de verkeerde volgorde gelezen, want ik had dit boek eigenlijk eerst moeten lezen. En ik heb eerst het boek erna gelezen, omdat ik dacht dat ik het eerdere boek al had gelezen. Daardoor wist ik al wel hoe dit boek zou aflopen. Maar als je het boek wel op goede volgorde leest, blijf je met de cliffhanger achter en kom je in het latere boek erachter hoe het allemaal afloopt. En dat is wel het leukste. Ik kan het in ieder geval dit boek zeker aanraden, want ik vind deze reeks echt heel mooi. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Een Schot in de Roos en is geschreven door Iris Visser. Dit boek gaat over Floor. En Floor is documentairemaker en ze heeft eigenlijk alles over voor haar baan. En dat is eigenlijk ook de reden dat ze ja zegt tegen een klus die ze eigenlijk niet ziet zitten. En het gemene is eigenlijk een beetje, ze heeft een collega en die wil op een gegeven moment wat met haar gaan drinken en die hoort haar een beetje uit over haar plannen
over het maken van goede items. En zij denkt op dat moment dat ze gewoon echt aan het sparren zijn. Totdat ze er dus bij een vergadering achterkomt dat deze collega er vandoor gaat met haar ideeën. Dit maakt haar natuurlijk heel erg boos. En als ze er dan ook nog eens achterkomt dat deze collega gewoon een vriendin heeft waar hij het nooit over heeft gehad, is ze net helemaal zat en doet ze iets wat ze eigenlijk beter niet had kunnen doen. En hierdoor raakt ze haar rijbewijs kwijt. De plannen van die collega, dat loopt gewoon eigenlijk voor geen meter. En daardoor wordt Floor gevraagd of zij naar Schotland wil afreizen om een item te maken voor iemand die dus verdwenen is. Zij kent namelijk haar eigen vader niet. En dat maakt haar de geschikte kandidaat om dit item dus te maken. Maar eigenlijk ziet Floor dit niet zitten. Doordat ze dus geen rijbewijs heeft, wordt het best wel lastig om zich door Schotland heen te gaan bewegen. Maar ze ontmoet daar een knappe Schot met de naam Owen. En zij heeft hem eigenlijk dan om hulp gevraagd, maar hij staat eigenlijk niet heel erg te trappelen om haar hierbij te helpen. En ze gaat dan ook eigenlijk zonder plan terug naar haar hotel. En ze is eigenlijk van plan om deze hele reis af te breken, omdat ze gewoon echt niet weet waar ze beginnen moet. Uiteindelijk zegt Owen dan toch ja, want ook hij heeft eigenlijk best wel zijn eigen redenen om Floor te helpen haar vader terug te vinden. Want hij blijkt in een band te hebben gezeten die in Schotland best wel populair is geweest, maar ineens was hij van de bodem verdwenen en dat zou voor hem een mooie scoop zijn om daar een verhaal over te kunnen schrijven. Ze gaan dus samen op avontuur en eigenlijk elke keer vangen ze toch weer bot als ze denken een stap dichterbij te komen. Op een gegeven moment had ik echt zoiets, ze kwamen bij een café aan en ze raakte daar in gesprek met een barman en toen dacht ik, hé, misschien is dat haar vader wel. Nou, dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn. En nou, ze ontmoet daar ook echt wel wat Schotse mensen. En ja, tussen Owen en haar gaat het niet altijd even vlot. Maar op een gegeven moment ja, komt er toch wel een connectie tussen hun. En hun zoektocht gaat dan ook gewoon verder. Op een gegeven moment weten ze ook eigenlijk niet meer zo goed hoe ze verder moeten. Omdat het dus elke keer niet lukt. En heeft Floor zoiets, misschien moeten we er maar gewoon mee ophouden. Dat zou haar natuurlijk wel een heel groot probleem opleveren bij haar baas. Maar ze weet het gewoon niet meer. Of ze uiteindelijk alsnog doorgaan met deze roadtrip en of ze haar vader vindt, dat hou ik een beetje in het midden. En hoe het tussen haar en Owen afloopt, dat ga ik ook niet vertellen, want er komen echt wel wat obstakels op de weg. Maar daarvoor zou je het boek echt zelf moeten lezen. In eerste instantie kwam ik er niet zo makkelijk in, maar toen ik er eenmaal in zat, vond ik het een heel erg leuk boek om te lezen en was ik er ook vrij snel doorheen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zuidertje Geheimen, geschreven door Natasha Madison. En dit is boek 7. Dit boek gaat over Amelia en over Asher. Alleen een ezel stoot zich twee keer aan dezelfde steen. Dat is eigenlijk het motto van Amelia. En dat... Daar heeft ze van geleerd en zo wil ze zorgen dat ze nooit meer dezelfde fout zou maken. Ze is gedumpt geweest, ze heeft zelfs aan de kant van de weg gestaan. En ze heeft zichzelf beloofd om nooit meer afhankelijk te zullen zijn van een man. Ze wil ook nooit meer trappen in de charmes van een cowboy met een sexy glimlach. Maar ineens is daar Asher en... ja, Asher die is al wel een tijdje in het dorp en... Mensen hebben ook het gevoel dat er echt wat tussen hun kan ontstaan, maar Amelia is er absoluut niet van overtuigd. Ze vindt het een aardige jongen, maar meer ook niet. Asher die groeide op in pleeggezinnen en toen hij 18 was, was hij eindelijk vrij om zijn eigen leven te gaan leiden. En hij heeft jarenlang van stad naar stad gereisd en heeft zelfs een zwerversbestaan gekend. Ergens lang blijven hangen was nooit zijn plan, maar als hij dan op de plaats terechtkomt waar hij eigenlijk met open armen door een familie wordt ontvangen, ja, heeft hij eindelijk het gevoel dat hij ergens een plek kent waar hij gewenst is. Hij heeft een baan, hij heeft zelfs een huis en ja, eigenlijk zou het allemaal tijdelijk zijn, maar inmiddels begint hij daar wel aan te twijfelen.
Als dan ineens zijn huis waar hij dus woont in brand vliegt, staat hij op straat en heeft hij letterlijk niks meer. Maar Amelia is eigenlijk de reddende engel in deze en die neemt hem in huis. Ze leiden op zich wel gewoon strikt gescheiden levens. Hij heeft een eigen logeerkamer waar hij zich kan vertoeven en ze hoeven elkaar niet heel vaak tegen te komen. Toch merk je dat ze ook wel goede gesprekken krijgen en dat ze wel steeds wat dichter bij elkaar komen, maar ze willen allebei eigenlijk niet toegeven aan de liefde die ze voor elkaar voelen. Alleen er gebeuren steeds meer nadere dingen, auto's worden gesloopt, inbraken en het team is er dus ook op gebrand. De familie van Amelia zit ook voor een groot deel bij de politie. En ze willen dus gewoon weten wie deze schade allemaal aanricht. Als Ashley dan eindelijk zijn grote geheim onthult, waar hij eigenlijk heel veel moeite mee heeft om dit te vertellen, omdat hij bang was dat hij gelijk niet meer aardig gevonden zou worden, zorgt dit voor een heleboel spanning bij Amelia, want ze heeft weer het gevoel dat het tegen haar gelogen is. Wie dus uiteindelijk al deze nare dingen bij Asher en Amelia toepast, zal ik niet verklappen. En of Amelia zich over deze grote leugen heen kan zetten, zal ik ook in het midden laten. Maar het was echt wel weer een heel mooi boek met een plot die ik zelf niet had zien aankomen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Rivalen, geschreven door V. Kaeland. Dit boek gaat over Weston en Sophia. Ze hebben eigenlijk een hele grote hekel aan elkaar, want hun opa's waren ooit beste vrienden en zakenpartners, totdat er een ruzie kwam en die heeft hun uit elkaar gedreven. Vervolgens werden deze mannen dus eigenlijk echt rivalen van elkaar en deze twee families die konden elkaar niet meer luchten of zien. Als dan ineens het hotel wat eigenlijk van deze twee families samen was, door mensen geleid moet worden omdat de eigenaresse ervan overleden is, moeten Weston en Sophia ineens weer samenwerken en zorgen dat dit hotel weer op de rit komt. Dit is best wel een hele lastige kwestie omdat ze elkaar dus echt niet mogen en ze ontmoeten elkaar al in het vliegtuig en dit zorgt niet voor een hele gezellige sfeer. Het hotel is eigenlijk best wel veel geld waard, maar er is ook heel veel achterstallig onderhoud. En beide families hebben een even groot aandeel en willen dus allebei de baas spelen in het hotel. Sophie en Weston hebben dan ook de taak om het hotel weer in de oude glorie te herstellen. En ook om meerderheid in de aandelen te krijgen, zodat een van de families de grote meerderheid heeft. En die ziet dat natuurlijk ook als een overwinning. Sophia en Weston gaan dan ook met vol passie de strijd aan voor dit hotel. En het zijn hele grote tegenpolen, maar ze blijken zich toch ook wel tot elkaar aangetrokken te voelen. Er gebeuren dan ook wel dingen die echt wel bestaan dan uit omdat ze elkaar haten. En dan voelen ze zich op dat moment weer beter. En zo wordt die aantrekkingskracht eigenlijk alleen maar meer. Maar omdat de belangen van deze twee families zo groot zijn, om de ander er zo snel mogelijk uit te werken, is eigenlijk de grote vraag of Sophia en Weston deze familieketen samen kunnen stoppen en of ze voor elkaar durven te kiezen. Want ze weten gewoon dat mocht er ooit wat tussen hun ontstaan, dit niet goed bij de familie zal vallen. Wie uiteindelijk het meerderdeel van het hotel krijgt, laat ik in het midden. En of uiteindelijk Weston en Sophia de stap durven te zetten om voor elkaar te kiezen, dat zal ik ook niet vermelden. Maar het was echt wel een heel erg leuk boek uiteindelijk om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Aan de Haak en is geschreven door Ine Kiekens. Echt een superleuk boek, kan ik al gelijk vertellen. Laura die is onlangs haar baan verloren en dit valt niet zo heel goed bij haar familie, want dit komt in een verkeerd blaadje te staan, want haar broer die kan een hoge functie krijgen en haar familie is er dan ook op gebrand dat ze gelijk weer een goede baan zou vinden. Als Laura dit ook met haar vriendinnen bespreekt en er eigenlijk naar voren komt dat haar grote passie haken is, zeggen haar vriendinnen, kun je daar je werk niet van maken? Laura zou dit echt heel erg leuk vinden, want ze maakt echt super mooie creaties, maar ze weet allemaal niet hoe ze dit op moet starten.
Met hulp van haar vriendinnen begint ze dan ook een webwinkel. En ze heeft hier wat hulp bij nodig van een buurman van een van haar vriendinnen. Want die weet helemaal hoe je een website opstart. En nou, er gaat nog wel eens het een en het ander mis. Want dan weet ze weer niet helemaal hoe het werkt. En ze is heel erg aan het twijfelen of dat mensen haar creaties wel mooi zullen vinden. En of dat ze überhaupt wat zal gaan verkopen. Deze hulp die ze krijgt is van IT'er Gianluca. En Laura heeft altijd het beeld gehad bij dit soort mensen dat het suffe computernerds zijn. Maar ze moet echt haar beeld daarvan bijstellen. Want Gianluca is eigenlijk een hele vlotte en charmante man die goed weet wat hij wil. En Laura raakt eigenlijk ook vrij snel op hem gesteld. En ze voelt eigenlijk stiekem wel een beetje vlinders in haar buik. Maar ze vraagt zich af of Gianluca wel single is. Maar ze wil eigenlijk ook haar volledige focus op die webwinkel leggen. Nou, uiteindelijk gaat die webwinkel echt wel lopen en ze haakt heel veel. En ze koopt haar wol bij een wolwinkel op de hoek. Die wordt gerund door een wat oudere mevrouw. En ja, daar heeft ze het eigenlijk altijd heel erg leuk. Ze maakt een praatje en ze begint ook voor iedereen weer van allerlei dingen te haken. En als ook dan nog eens haar webwinkel goed begint te lopen, heeft ze eindelijk weer vertrouwen in ja, dat dit echt wel wat kan gaan worden. Helaas heeft ze best wel wat tegenstand van haar familie en gelukkig wel veel steun van haar vriendinnen. Als er dan plotseling wat met de dame van de wolwinkel gebeurt, krijgt ze een kans waarvan ze niet weet of ze die gelijk met beide handen aan moet grijpen. En weet ze ook allemaal niet of ze het kan combineren met haar nieuwe baan. Of uiteindelijk Gianluca dus ook single is en of dat de gevoelens wederzijds zijn, laat ik in het midden. Ik moet zeggen, dit boek is echt fantastisch. Ik heb zelf nog nooit gehaakt. Ik weet niet of ik het zou kunnen, maar het klinkt zo gezellig hoe zij dan zat te haken op de bank tussen haar katten. Het was gewoon echt zo'n lekker gezellig boek waar ik gewoon, ja, gewoon hele gezellige gevoelens bij kreeg. Dus ik vond het echt een superleuk boek. Dan waren dit mijn gelezen boeken van maart. Ik heb stuk voor stuk genoten van deze boeken. En ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van deze boeken. Als je de boeken van Natasha Madison zou willen lezen, raad ik je aan om ze echt op volgorde te lezen. Want dan leer je alle personages goed kennen. Dus dat is alleen even iets wat ik mee wil geven. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!